Het gaat gebeuren, ik voel het gewoon. Ik ga mijn eerste rank level 30 halen in Brawl Stars. Insane! Nu hoop ik wel dat het ook nog daadwerkelijk gaat lukken. Maar het niveau wordt niet meer moeilijker dan dit. Tussen de 900 en 999 kom je tegen dezelfde mensen. Dus in principe moet het gaan kunnen lukken. Want ik ben al van 900 naar 949 gegaan. Daarvoor heb ik al denk ik anderhalf uur moeten spelen. We kunnen het nagaan, maar ik moet ook tegen zulke goede mensen. Dat is niet normaal. Ik zat ook ergens. Eén keertje was ik live. Ik weet niet meer welk potje dat was precies. Maar kijk, dit ging best wel goed de laatste paar potjes. Ik werd hier één keer tiende. En dit was trouwens zieke nacht dat ik hier tiende werd. Want ik was in dat potje. Dat was gewoon puur van lag van Brawl Stars. Want toen ik pas in het potje, toen ik dat potje te zien kreeg op mijn scherm, was ik al dood. Dus die min 11 trofeeën was eigenlijk bullshit. Maar ja, dat doe je nu weinig aan. Ik scroll even helemaal naar beneden. Kijk, ik ben al echt lang bezig. Ik ben al dik anderhalf uur bezig. Verder kan ik niet teruggaan. Maar dik anderhalf uur ben ik al bezig om de 900 van 900 naar 949 te gaan. Maar we gaan nu gewoon lekker doorspelen. En kijken of het me gaat lukken om die rank level 30 dan deze video te krijgen. Sowieso rank level 29. Dat moet sowieso lukken. Ah, we gaan het zien. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. Een goede support op deze video zou mij echt helpen om gewoon vaker push video's te doen. Dus 5000 likes zou insane zijn. En vergeet ook niet te abonneren voor meer Brawl Stars video's. En mocht je me willen supporten. Dat kan natuurlijk door de code BOUS te gebruiken in de Brawl Stars shop. Of door gewoon kleding te kopen. Dat kan ook. Super BOUS. Ga dan naar BOUS.nl. Het kan allemaal. Het hoeft natuurlijk niet. De keuze is helemaal aan jullie. Maar ik ga gewoon lekker een match zoeken. En dat is trouwens ook een simpele reden waarom het zo mega lang duurt. Het is niet dat ik anderhalf uur heb gespeeld. Maar tussen elk potje moet ik ongeveer 3 minuten wachten of zo. En daarom duurt het zo lang. Het is niet dat ik de hele tijd aan het spelen ben. Je bent gewoon wachten. Eén potje. Wachten. Weer een potje. Maar ik zie jullie wel op het moment dat dit potje gaat beginnen. En als we vierde worden of hoger, heb ik dus rank level 29 Amber. En daarna ga ik weer even een tijdje voor mezelf opnemen. Want als ik opneem en praat, dan speel ik altijd iets minder geconcentreerd. Dus één potje neem ik op en daarna ga ik weer even geconcentreerd voor mezelf spelen. Wat trouwens ook wel leuk is, ik zet even een stopwatch aan. Dus dan kunnen we het precies een beetje zien hoe lang ik nu bezig ben om van 949 naar de 1000 te gaan. Het zijn maar 51 trofeeën. Maar ja, als je laatste wordt en je krijgt min 11 en je wordt eerst en je krijgt plus 8... Dat zegt niet mooi. Toen was ik tiende geworden, kreeg ik min 11. Daarna had ik een potje vierde, derde en tweede achter elkaar. En dat was plus 11. Dus die drie potjes, dat was één keer tiende worden. Dus dat zegt wel genoeg over hoeveel je verliest als je wint en hoe weinig je erbij krijgt als je wint. En dat wordt nog erger als je boven de 1000 zit. Maar nu zie ik jullie echt als we gaan beginnen. Ja, 10 mensen gevonden. Oké, hopelijk hebben we nu niet die lag. Die hebben we ook niet. Oké, we beginnen onderaan en dat vind ik best wel chill. Ik denk dat die Bibi naar het midden gaat, dat doet hij inderdaad. En we zijn live, dat is ook wel leuk. Ja, dat heb je op het moment dat je wat hoger niveau speelt. Je bent wat vaker live. Die Leon is wel een beetje gevaarlijk. Ik ga even healen. En dan ga ik zo meteen gewoon één lange push doen naar richting die Leon. En dan moet die weggaan. Kijk, zo kan je niks tegen Amber. Je kan helemaal niks op deze manier tegen Amber. Dat is zo chill. Dat is echt heel chill. Ik zal hier eventjes dit in mijn gadget neerzetten. Kan ik me super laden en heb ik mooi 3 krachtpunten. Dus we beginnen lekker. Ik wil niet dat die andere knokkers naar me toe gaan. Ik zit met veel bibis, man. Ja, sowieso heb ik redelijk wat bibis. Ik zal even een beetje spinnen. Ja, je hebt sowieso veel bibis en ambus in deze map. Dat zijn twee knokkers die heel veel hierin voorkomen. Maar ik zit momenteel op een perfecte positie. De bel gaat. Ik kom zo pakken, bedankt. Er was een pakketje. Oh, Oké, die ligt nu voor de deur. Ik moet even dit potje geconcentreerd afmaken. Want als ik nu af zou gaan, dan kan ik mezelf echt niet vergeven. Oké, geconcentreerd blijven spelen. En dan pak ik zo meteen het pakketje. Ik zal even met die Amber wil ik wel teamen. Ja, dat is gewoon een kwestie van hoe je dit moet spelen. Ik neem mijn supersec nog even niet in. Of zou ik dat dan wel doen? Ik wil die Bibi even weg hebben hier zo. Die kunnen we nu hebben hier zo. Die moeten we hebben. Bro, die Bibi speelt wel goed. Maar nu gaat hij er wel aan. Ja, ik wou net zeggen. Die Leon, waarom gaat hij mij hitten? Dat is niet slim. Oké, ik ga die Leon pakken. Zo, die zit nu in het gif. Ik wou net zeggen, die wordt nu wel afgemaakt. Denk ik. Ja, top. Dat is chill. Dan ga ik hier even in de hoek neerzetten. Oh, nee. Oké, maar we zitten in de top 4. Dus dat betekent dat ik nu officieel een rank level 29 heb. We gaan met z'n drie op die Bibi, neem ik aan.
Ja, dat is zo naaiend als je als één van de enige knoks over bent. En nu kan ik hier eerste worden ook nog. Ik word de eerste. Boom. Kijk, zo moet het. En lekker man, ik ga even kijken hoe goed iedereen was. Maar ik heb nu rank level 29 amber. Hoe insane is dat? En ik kan dus 1000 amber krijgen gewoon puur door solo te spelen. Insane, maar dit zijn echt geen slechte spelers waar we tegen moeten, man. Echt, echt goede spelers. Maar ja, ik was de beste, want ik ben eerst geworden. Lowland Lions, dat is volgens mij ook een Nederlandse club. Insane. Maar ja, ze zijn allemaal natuurlijk goed waar we tegen moeten. Maar ik doe de camera even uit. Pak mijn pakketje, want die ligt nog voor de deur. En dan ga ik even geconcentreerd voor mezelf spelen. En als we bijna bij de 1000 zijn, dan zien jullie me weer. Ja hoor, het is bijna zover. Ik heb dus zelf gepusht naar de 950 trofeeën. Daarna ging het iets minder goed. Dus heb ik even de hulp ingeschakeld van Falco. Hele goede Brawl Stars speler, heeft me enorm geholpen. Trouwens ook een YouTube kanaal, wil je checken? Check het even, link staat in de beschrijving. Ook allemaal rank level 35, is insane. Maar in ieder geval, we moeten nog één potje winnen, En ik heb mijn eerste rank level 30. En oh, 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 wat heb ik hier lang voor moeten pushen. Echt niet normaal. Ik ben trouwens weer 1,5 uur bezig met, zeg maar, amber te pushen van 950 naar de 1000 bijna. Mocht dit potje winnen, ik zal trouwens al wat op klaardrukken. Als we dit potje winnen zijn, ben ik dus 1,5 uur bezig geweest. En om van 900 naar 950 te gaan, ben ik ook ongeveer 1,5 uur bezig geweest. Dus om van 900 naar 1000 te gaan, ben ik gewoon 3 uur lang bezig geweest. Maar het is eindelijk bijna zover. Dan hoop ik niet dat we dit potje laatste worden. Mochten we dit potje laatste worden, zou echt heel erg balen zijn. En ik ga dus dit laatste potje ook even opnemen. Ik dacht, ja, stel we winnen dit potje, dan zou het toch wel heel nice zijn als ik gewoon live aan jullie kan laten zien dat we dan het laatste potje gaan winnen. Dat zou toch wel heel nice zijn als dat gaat lukken. En we hadden ook een paar echt zieke potjes hiervoor. Ik ga ze niet allemaal laten zien in herhaling. Dat vind ik dat wat minder interessant. Maar hopelijk kunnen we dit potje ook dan nog even ziek winnen. Maar ik zie jullie op het moment dat hij gaat beginnen. En oh, wat ben ik hyped. Wat ben ik hyped. Bijna, bijna zijn we er. Oké, we zijn ondertussen weer 3 minuten verder of zo. Het duurt zo lang. We moeten nog één iemand vinden. Nog eentje. En dan gaat misschien het magische potje beginnen. Het potje waarin ik mijn eerste rank level 30 haal. Ik maak het nu eigenlijk wel heel groot. En dan zul je zien dat ik dit potje ga verliezen. Dat zou echt heel erg balen zijn. Maar daar gaan we niet vanuit. 10 mensen gevonden. Dus dan moeten we nu geconcentreerd gaan spelen. En boven is het minst chillste plek om zeg maar te spawnen. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Je kan moeilijk zeggen, ja, dan ga ik niet spelen. Nee, dat kan niet. Oké, let's go. Falco gaat naar het midden. Ik zal hier een beetje levend blijven. Ik ga gewoon hier zo hits doen. Gewoon hier een beetje irriteren. En dan gewoon kijken of ik wat hits doe. Nou, niet echt. Nu ga ik even weer laden. En dan kan ik zo meteen die bosjes eventueel in het midden weghalen. Er kijken gewoon 19 mensen mee. Dat is echt niet normaal. Zoveel kijkers heb ik zelfs ik niet zo vaak live. Ik zal even hier weer heen gaan. Eigenlijk kan je het best naar onder. Oh, lol, hier ligt nog een kistje. Die kunnen we even openen. En dan ga ik hier weer even mijn super herladen. Of wil Falco nou... die Max, heb ik die? Ja, die heb ik. Nice. Zijn gewoon 2 Max in 1 team. Bro, yo, dat is ook niet eerlijk. Daar is een Colette. En we zaten hiervoor trouwens de hele tijd in call. Dat is toch wel net iets chillen spelen. Ik zal hier even die Maxen wegjagen. En die Colette, die gaat nu dood. Ja, top. Ik zal even hier die bosjes checken. Nog 2 teams dood. 27 kijkers. Insane. Dikke shout-out naar jullie allemaal voor het meeleven. Oh, ik raak veel te gespannen. Dat is helemaal niet goed. Maar we hebben 5 krachtpunten. Dus in principe is dat wel lekker. Oeh, dat waren even een lekkere hit. Een paar lekkere hits. Zullen we die kronen kunnen pakken? We gaan nu wel voor mid. Het enige nadeel is wel die Max ga ik pakken. Ja, top. Want anders hadden we daar misschien een probleem gehad. Zal ik die botjes hier weghalen? Nou, ik weet niet of dat slim is. 28 kijkers. Ja, ja, ja. Die Colette, die hebben we nu. Die wel bijna. Bijna. Ik zal even die krachtpunten pakken. Ja, die hebben we. Dan moeten we alle 8 krachtpunten. Dit moet goed komen. Die Crow is er nog. En er is nog 1 ander team. Als dit niet goed komt, dan weet ik het ook niet meer. En dan is het me gelukt. Ja, die Crow is... Ja! Het is gelukt. GG. Oké, nu maakt het in principe niet uit als we nog doodgaan. Het zou wel mooi zijn als we nog weten te winnen. En... Oh shit. Nu ga ik denk ik dood.
Ja, ik ga dood. Gaat Falco dit nog winnen? Ja! We sluiten ook nog af met de win. Het is gewoon gelukt! Mijn eerste rank level 30 in Brawl Stars. Oh, yo, wat heb ik hier lang voor moeten spelen. En ook al is Amber natuurlijk een van de beste knokkers in het spel, het was nog steeds ziekelijk veel werk. Maar het is gewoon gelukt. 500 sterpunten erbij. 1000 Amber. Oh, yes! Oh, waarom ben ik zo blij met de knokken die ik heb gepusht? Dit is echt niet normaal. En natuurlijk zijn onze tegenstanders gewoon goed. Ja, niet allemaal, maar in het algemeen waren ze wel gewoon echt goed. Echt heel nice dat het uiteindelijk is goed gekomen. Insane! En natuurlijk een enorme shout-out naar Falco voor het helpen pushen. Ik denk dat mijn club ook helemaal gelast gaat. Ja, jongen. Lekker, boys. Ik zal maar even zeggen thanks. Yo, yo, de hele club gaat los. Dikke shout-out naar de club ook voor de support. En dikke shout-out naar Falco. Dikke shout-out naar iedereen. Maar ik weet het leuk gemaakt. We doen even één potje op de 1000 trofeeën. En even kijken of we dat kunnen winnen. En anders hebben we dat gewoon pech gehad. Doen we nog één potje, sluiten we daar. Je kan niet, oh, dan kan je niet toegestaan. Falco heeft trouwens ook zijn amber rank level 35 gehaald. Dus dat is ook wel ziek. Met kracht level 9, dus zonder sterkracht. Dan ben ik zo blij met mijn 1000. En ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar we kunnen nog wel één potje doen. Sluiten we daar deze video mee af. Nou, en hopelijk hoeven we dan nu niet meer 3-4 minuten te wachten. We doen gewoon nog één laatste potje om dit af te sluiten. En eigenlijk boeit het me niet meer als ik verlies. Die rank level 30 blijft er voor altijd staan. Die gaat nooit meer weg. Ik ga niet pushen voor de rank level 35. Als jullie nu allemaal zeggen in de chat, ga pushen voor rank level 35. Dat is voor mij gewoon momenteel te veel werk, weet je. Ik maak gewoon 3 video's per dag bijna. Elke dag eentje bijna op FIFA Mode, 2 per dag op Game Mode. Het is voor mij te veel werk om echt naar rank level 35 te pushen. Maar even kijken of we op 1000 plus trofeeën eventjes een win kunnen pakken. En dan ga ik zo meteen even kijken hoe goed die tegenstanders allemaal waren. Ik denk wel redelijk goed. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. Maar eerst gaan we natuurlijk kijken of we misschien een win kunnen halen hier. Dat zou nog mooier zijn. Ik zal hier even mijn gadget inzetten. Dan kan ik even mijn super laden. Oeh, die Amber, die Max is bijna dood. En die Tara, moet ik even uitkijken. Oeh, we zitten nu al in de top 3. Dat is wel lekker. Ik zal hier even mijn gadget inzetten. Ik zal even ook een smiley doen. Oh, dit is zo lekker spelen. De druk is er nu helemaal vanaf. Het boeit me niet meer. En dat is speelt toch wel even net iets chiller. Maar eventjes hier mijn super laden. En dan ga ik die zo meteen in het midden gooien. Oeh, daar wordt Falco even volop aangevallen. Of ik zal hem hier even een beetje supporten. Kunnen we misschien die spike nu? Ah, shit. Hij werd net niet geraakt verder. Dat is een beetje balen. Kunnen hier... Oké, we moeten nu uitkijken voor die Sprout. We moeten eigenlijk één team hebben momenteel. Ik denk dat we dan het best voor die Sprout kunnen gaan. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, en dat is het nadeel dat je nu niet kan communiceren met Falco. Want normaal gesproken zou je nu zeggen, ik zou even kijken, rondjes spinnen, eens kijken wat ze gaan doen. Misschien dat ze toch op die andere gaan. Waarom gaan ze niet op ons? Ik vind het een heel raar potje tot nu toe. Ik vind het een heel raar potje. Of zijn dat mensen die toevallig weten dat ik dit ben? Dat zou misschien ook kunnen. Dat zou wel echt heel toevallig zijn. Ik ga zo meteen eventjes kijken. Maar we gaan eerst op die Spike en Amber. Eens kijken of dat gaat lukken. En dan hier mijn super erbij. Ja, het zijn sowieso mensen die doorhebben volgens mij die, dat ik dit ben. Ja, gaan we die daar kunnen killen? Ja, toch? En nu is het gewoon plek 2, dus dat is chill. Maar dit geven ze natuurlijk niet op. Oké, die moeten we hebben daar nu. Ja, toch? Ik zal hier even mijn super inzetten. Ja, heb ik hem. Ik heb hem. Ah, shit, ik ga net dood. Ah, maakt niet uit, we zijn tweede geworden. Gaat het om. Mooi afsluiten dat we nog eventjes hoger dan de 1000 zitten. Maar moet je zien, we worden tweede en we krijgen maar plus 4. Echt bizar, echt heel bizar. Gevechtslag. Dat viel wel mee eigenlijk hoe hoog die zaten allemaal. Ik was de enige 1000 plus. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga even kijken hoeveel ik sta van Nederland. Ik denk dat het nog wel meevalt. 18e. Er zijn zoveel mensen die Amber al 1000 plus hebben. Insane. Check hoeveel. Dat is echt bizar. Maar ik ben er ook een van. Dus dat is mooi. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik natuurlijk tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bowser Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar Bowser.nl en word lid van de Bowser Army. Let's go!